Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreek ik 3 punten. 1. Hoe was mijn week vorige week? Quote van de week. En volgens wat staat er op de planning voor aankomende week? Zullen we maar eens beginnen? Nou, mijn week vorige week was chaos. Want los van alle dingen die ik moest doen, kreeg ik nieuwe dingen op mijn bord. En plus, ik wilde nieuwe dingen testen. Het kostte mij veel te veel tijd om uit te zoeken hoe je geluid optimaal kan maken voor livestreamen. En het is me uiteindelijk gelukt. Maar daardoor ben ik wel veel tijd eraan kwijt geweest. Want voor iedereen is het anders en het ligt eraan welke apparatuur je gebruikt en hoe je dat inricht. Dus het kostte mij veel tijd om veel dingen uit te zoeken zodat ik het heel goed kan inrichten. Ja, uiteindelijk was het waard, want het is mij gelukt en ik heb nu gewoon hele goede geluid. Dus los van dat, het is gelukt. Plus kwam ik achter hoe jij bijvoorbeeld sommige muziek mag je gewoon niet gebruiken op livestream. Begrijpelijk, auteursrechten zitten erop. Maar sommige muzieken weer wel. Dus ik kwam vervolgens achter dat er een bepaalde software die je kan gebruiken. Die haalt gewoon alle muziekvrije muziek zonder auteursrechten erop. Dus muziek die openbaar is voor het publieke domein. Die haalt die gewoon op en die kan je gewoon afspelen op Facebook, YouTube, zonder geband te worden. Dus best wel ideaal. Dus ik heb het gedownload. Ik moet nog even uitzoeken hoe dat kan koppelen aan het programma. En kijken hoe alles precies werkt. Want je moet het net weten en je moet kijken bij jou past. Wat bij jou past. Dat heb ik begrepen van iemand die vaak livestreamt. En zodra je alles getest hebt, heb je een beetje beeld van wat werkt wel en wat werkt niet voor je. Dus dat kost mij veel te veel tijd. En het is een chaos, dus nu ben ik een beetje alles aan het inhalen. Zoals nu moet ik gewoon even snel een waarnemingsovereenkomst opstellen voor een klant. Die zou het eigenlijk al vrijdag moeten ontvangen. Maar ik heb wel gewaarschuwd dat het gaat even duren. En daarnaast moet ik nog een paar andere dingen doen. Zodat ik deze week alles een beetje heb ingehaald. Het tweede punt is de quote van deze week. En de quote van deze week luidt, oftewel de quote van deze week is: life is a cup of tea, it's all in how you make it. Ik ben er helemaal mee eens. Als je goede thee wil hebben, zorg dat gewoon goede thee gemaakt wordt. En als je slecht thee wil hebben, ja, dan maak je het gewoon heel slecht. En dat is ook met leven, ja. De keuzes die je maakt hebben invloed op je leven. Maar aan de andere kant, sommige dingen heb je wel in hand en sommige dingen heb je niet in hand. Als je een goed leven wil hebben, dan focus je op de dingen dat je wel in hand hebt. En de dingen dat je niet in hand hebt, laat je gewoon liggen. Dus zo zie ik het. En bij mij is het gewoon, ik probeer het uiterste van bepaalde dingen te halen. En zoals jou weten, ik hou van dingen testen en kijken hoe ik dat in mijn voordeel kan gebruiken. Dingen die ik in mijn voordeel kan gebruiken en die jij kan gebruiken, dat deel ik graag op YouTube. Ik probeer zo snel mogelijk bepaalde dingen op YouTube te zetten. En vaak gaat dat niet zo heel snel, maar ik heb een bepaalde agenda. Dus maandag zet ik motivatie maandag. Dinsdag zet ik bijvoorbeeld tips voor ondernemers. Donderdag zet ik gewoon tips die ik kan gebruiken om te controleren of een website wel of niet voldoet aan de regels en of die wel betrouwbaar is of niet. Dat is aan jou om te beoordelen. Zaterdag geef ik jongeren gewoon de tips hoe ze het beste kunnen solliciteren. En als ze ergens tegenaan lopen, kunnen ze gerust contact opnemen met mij. En zaterdag heb ik ook een spreekuur. Dus de tijd die ik heb, de vrije tijd die ik heb, ik probeer dat zo goed mogelijk in te vullen om 1. jouw tips te geven en ja, video's te maken. Want die video's die maak ik puur om ervoor te zorgen dat ik vaak dingen niet hoef te herhalen. En zodat jij er altijd terug kan kijken van hoe zit dat ook precies. En het voordeel wat ik eraan merk is mensen die de video hebben gekeken en ze komen naar mij toe. Dan hebben ze al een bepaalde kennis over bepaalde dingen. En dat is heel mooi om te zien, want dat maakt het praten en onderhandelen of tips geven makkelijk. Laat me hieronder weten wat jij van deze quote vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. Ik heb ook deze week een serie van video voor businessmodellen gelanceerd. En deze serie van video's gaat precies, daarin ga ik precies uitleggen hoe jij moet omgaan met businessmodellen. Plus je krijgt 10 businessmodellen die jij in je voordeel kan gebruiken. Heb je vragen erover, neem gerust contact met me op. Let op, deze serie video's zijn ingepland. Dus dit betekent dat je jezelf moet aanmelden. Zodra het wordt gepubliceerd, dan krijg je herinnering. En heb je geen tijd om te wachten op al die business video, dan kan je ze ook online bestellen. Volgende week heb ik die cursus af, waar je gewoon alle video's in één keer kan kijken. Ik zal volgende week gewoon die link met je delen.
Heb je vragen erover, neem gerust contact met mij op. Wat ik deze week ga doen is gewoon een aantal dingen afronden. Ik heb niet veel op de planning staan, dus gelukkig. Dus ik moet best wel veel inhalen. Laat me hieronder weten wat jij van deze quote vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. Tot in de volgende video.